Hallo allemaal, ik ben Reinder, ik speel bij het Nederlands team voor de aspiranten. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over reverse bieden na een opening. Wat ik jullie precies ga vertellen is wat een reverse is, waarom we het spelen zoals we dat doen, hoe we verder bieden nadat we een reverse geboden hebben. En ik laat jullie een probleem zien dat ontstaat door de manier waarop we een reverse spelen, en hoe we dat probleem kunnen oplossen. Allereerst, wat is een reverse? zeggen dat hij open na een reverse doet als hij een nieuwe kleur herbiedt op het twee niveau boven zijn eigen kleur. Dus een biedverloop als een klaver, een harten, een schoppen is geen reverse, want uh, schoppen zijn wel hoger dan klaveren, maar dit is op één niveau. Een biedverloop als een ruiten, een schoppen, twee klaveren is ook geen reverse, want klaveren zit onder ruiten. Uh, maar een biedverloop als een klaver, een schoppen, twee ruiten, dat is wel weer een reverse, want Ruiten liggen boven klaveren en twee ruiten is op twee niveau. En een ruiten, een schoppen, twee harten, dat is ook een reverse. En nogmaals, omdat we dus een nieuwe kleur bieden, is op twee niveau en het is hoger dan ruiten. Nou, een reverse is echt, beloofde kleur die we bieden. Het is rondjeforcing en belooft op zijn minst 4-5 shapes. Dat houdt in dus dat je. Op zijn minst een 4 kaart hebt in de nieuwe kleur die je biedt. En op zijn minst een 5 kaart in de eerste kleur die je biedt. En het belooft op zijn minst 16 punten. Het ja, is dus natuurlijk om je nu af te vragen waarom we het zo spelen. Nogmaals, er zijn twee belangrijke eigenschappen van een reverse. Je hebt 4-5 shape nodig en 16 plus punten. Dus daar ga ik bij langs. Eerst 4-5 uh, shape. Uh, nou, het is belangrijk om te weten als je een reverse biedt. Dat je partner de kleur die, waarin je gaat reversen altijd geboden zou kunnen hebben. Zoals in het biedverloop een ruiten, een schoppen, twee harten. Haar partner ook in plaats van één schoppen één harten kunnen bieden. Hij heeft dus die kleur overgeslagen. Dit betekent meestal dat hij ofwel die kleur niet heeft. Ofwel uh, schoppen en harten heeft. Dus vijf schoppen, vier harten of iets dergelijks. En gaat hij die kleur nog bieden als jij gebalanceerd bent en dus één zand zou bieden. Want als je geen 4-5-shape hebt, dan heb je dus iets als 4-4-shape of 4-3-shape. En dan ben je gebalanceerd over het algemeen. Dan kun je 1-sans herbieden. En als partner nu dus 5-4-shape heeft, of 5-5-shape, dan gaat hij zijn kleur nog bieden. Het is dus dan, als je zonder 4-5-shape niet zo belangrijk om die kleur te bieden. Um, dan hebben we het criterium van 16 plus punten. Uh, deze bestaat omdat partner. Zes punten kan hebben voor zijn antwoord. En het met weinig punten heel gevaarlijk is om op hoog niveau te moeten spelen. Um, als wij op een puntje of elf reverse zouden bieden, en partner heeft zes punten, dan moeten we zo laag mogelijk in een deelscore eindigen. Maar ja, reverse is een rondje voorzien, want het is ongelimiteerd. Ze dus moeten kunnen eindigen op drie niveau. En dan zitten we op zitten we op drie niveau met zeventien punten samen. En gaan we hopeloos down. En dat willen we voorkomen. Daarom. Um, en hebben het criterium van minstens 16 punten. Dan hebben we samen op drie niveau, om op drie niveau te spelen 22 punten. En dat is ongeveer wat we nodig hebben om een contract te maken daar. Uh, laatst hadden we nog, nog benoemd dat een reverse rondje forcing is. Dit is vrij logisch. Het is een nieuwe kleur. Het is ongelimiteerd. En dus je mag partner daar niet op passen. Maar je kan nog een heel erg goede hand hebben. Dan ga ik nu over op het geven van een paar voorbeelden van een reverse. Ik heb hier vijf handen staan. We werken van links naar rechts. De eerste hand hebben we een singleton schoppen, vier harten, vijf ruiten en drie klaveren. Dat noemen we een 1, 4, 5, 3. In die volgorde schoppen, harten, ruiten, klaveren. En we hebben vijf punten in harten, plus zeven punten in ruiten, plus vier punten in klaveren. is 16 punten. We openen een ruiten en partner biedt een schoppen. Nou, hier kunnen we goed zien dat we 4 harten en 5 ruiten hebben. En 16 plus punten. Dus op deze hand bieden we 2 harten. De, op de tweede hand. Hier hebben we een 2-1-4-6. 2 schoppen, 1 harten, 4 ruiten en 6 klaveren. We hebben we 5 plus 6 plus 8 is 19 punten. We openen een klaveren en partner biedt een schoppen. Nou, hier zouden we onze 6-gaat klaveren kunnen herbieden. Maar het is beter om twee ruiten te bieden. Om je tweede kleur te tonen. Bied met een 6, 4, dus ook je tweede kleur. We mogen hier twee ruiten bieden, omdat we dus minstens 4, 5-shape hebben. We hebben zelfs 4, 6-shape en we hebben minstens 16 punten. Oké. Okay, de derde hand hebben we nu een 1, 4, 3, 5. We hebben 3 plus 7 plus 7 is 17 punten. En we openen naar een klaveren en partner biedt een schop. Nou raakt nu niet um, afgeleid door die singleton heer in schoppen die we hebben, maar het biedt ook op deze hand twee harten. We hebben nog steeds 16 nog meer punten met vier harten en vijf klaveren en er is op dit moment geen reden om onze hand zo ver af te waarderen om toch niet twee harten te bieden. Nou dan gaan we naar de derde hand. Nu, heeft, nu hebben we een 1, 4, 5, 3. We hebben 7 plus 6 plus 4 is 17 punten. En we openen een ruiten en partner biedt een sans. Nou, partner ontkent met 1 sans een 4 kaart harten. Maar toch is het goed om op deze hand 2 harten reverse te bieden. We hebben een 4, 5 en 16 plus punten. Met name omdat we nog niet weten naar welke marge we toe willen. Vrijwel elke manche, behalve de schoppenmanche, is nog wel een optie. En het is belangrijk om uit te vogelen welke manche we in moeten zitten. Dan hebben we de laatste hand. Dus, dus reverse ook op die vierde hand. Terwijl partner geen 4K harten heeft. Het is belangrijk om hier toch op te reversen. Oké, okay. dan hebben we de laatste hand, de vijfde hand. We hebben een 5-6-1-1. Ontzettend goede shape. 6-5 handen zijn erg sterk. We hebben 6 plus 7 is 13 punten. We openen onze 6-kaart, 1 harte Een partner biedt een Sans. Nou, we zien hier dat we maar 13 punten hebben. Maar het is toch heel belangrijk dat je op deze hand een reverse biedt. Ondanks dat je geen 16 punten hebt. Um, 6-5 shape is ontzettend goed en is, heel, en is ontzettend sterk als je een fit weet te vinden. Dus. Daarom gaan we hier op slechts 13 punten toch reversen. Dus zorg voor dat je met een 6-5 wat sneller reverse dan normaal. Omdat je toch ontzettend veel speelkracht hebt. Oké, okay, er waren een paar voorbeelden. Dan gaan we nu over op het verder bieden na reverse. We splitsen dit op in twee handen. Twee type handen. Allereerst de zwakke hand en daarna de sterke hand. Parna heeft 16 plus punten beloofd. Dus als wij 9 of meer punten hebben, hebben we gegarandeerd 25. En willen we gewoon de marge bieden. En als we 6 tot 8 hebben, dan is het nog niet zeker of we de marge moeten maken. Of de mange gaan halen. Dus bieden we eerst iets zwaks En dan kijken we of partner nog door kan bieden. Met 8 punten um, is het soms ook goed om je hand als een sterke hand te behandelen. Je hebt al minstens 24 punten samen. Dan is het vaak goed om nog wel een marge te bieden. Uh, dat is bijvoorbeeld als je een hoge kleurenfit hebt. met en je bent ergens kort. Of wanneer je een goede slagenbron ziet voor een drie sans, Of je hebt twee azen. Dat zijn vaak goede redenen om met 8 punten toch je hand als een sterke hand te behandelen. Nou, met een zwakke hand hebben we drie opties. We hebben natuurlijk een, we hebben een kleur geboden in de eerste biedronde. En die kunnen we nu herbieden op 2 niveau. Dat belooft al een zes kaart. Meestal met een 6 kaart en 8 punten zullen we upgraden. Dus over het algemeen zullen we iets van 5 tot 7 punten hebben als we dit herbieden. Uh, ten tweede kunnen we partners kleur steunen op drie niveau. Partner heeft twee kleuren geboden en die kunnen we allebei steunen. Uh, zorg ervoor dat je dit altijd doet als je een hoge kleurenfit hebt. Dus voor het gaat 1 ruiten, een schoppen, 2 harten. Je hebt nu een 4 kaart harten. Ga dan altijd steunen. Biedt geen sands. En als je niet gaat steunen. Kun je twee sands bieden met een stop in de ongewone kleur? Dus in het biedverloop als een klaver, een hart, twee ruiten. Bied je twee sands alleen als je een stop hebt in schoppen. Over het algemeen. Zorg ervoor dat je dit biedt, vaak biedt in plaats van drie laag. Want we spelen liever in sands dan in vijf laag. Dus met een laagkleurig is het vaak nog steeds goed om twee sands te bieden als je een stop hebt in de overige kleur. Dan hebben we sterke handen. Uh, Dit zijn handen met 8 of 9 en meer punten. Heb hebben we hier een paar opties. We kunnen onze kleur die we geboden hebben hebben op 3-niveau. Dat is dan Marge Forcing. En belooft een zeskaart. We kunnen partnerskleur steunen op 4-niveau. Die doen we meestal in een hoge kleur als we het al bieden. Dus het moet als een klaver, een schoppen, 2 harten. Bieden we met een fit en 9 plus punten 4 harten. ...hebben we de juiste manche gevonden namelijk. Uh, maar iets als 4 klaver, wat klaveren zou steunen... ...dat bieden we iets minder snel... ...want we willen graag op zoek naar 3 sans daartoe. Uh, we kunnen 3 sans bieden als we geen hoge kleuren fit hebben... ...en we hebben een stop in de vierde kleur. Dus een ruiter, een schoppen, twee harten... ...bieden we 3 sans met een sterke hand... ...geen hartenfit fit en een goede klaveren stop. En als laatste kunnen we de vierde kleur bieden... Uh, dus een biosloop als een klaver een schoppe twee ruiten. Is twee harten de vierde kleur. Dat is dan Forcing En heeft een hand aan waarbij je geen ander duidelijk pot hebt. Dat is wat de vierde kleur over het algemeen betekent. Uh, hoe, dit, hoe dit precies verder gaat, leren jullie in een later filmpje over de vierde kleur. Um, daar gaan we nu niet al te diep op in. Nou, dan ga ik nu een paar voorbeelden geven van het verder bieden na de verse. Dan gaan we weer van links naar rechts. De eerste hand hebben we een 2-4-3-4. Twee schoppen, vier harten, drie ruiten en vier klaveren. We hebben 3 plus 3 plus 1 is 7 punten. partner opent een klaveren. Hij biedt er natuurlijk één harten. En nu een reverse partner door twee ruiten te bieden. Wat nu? Het is het beste als je even voordat ik de uitleg geef, pauzeert en zelf nadenkt: goh, wat zou ik bieden? Met die regels die we net behandeld hebben. Voordat je luistert naar wat ik te zeggen heb. Oké. Okay. Op deze hand um, is het het beste om drie klaver te bieden. We, kunnen, we hebben een zwakke hand. We hebben namelijk 6 tot 8 punten. En we hebben een laag kleurenfit. Dus we kunnen drie klaver bieden. Weet wel dat we geen twee zands kunnen bieden. Want we hebben geen stop in schoppen. we hebben een goed alternatief. Namelijk drie klaveren. Dan gaan we naar de tweede hand. We hebben een 3, 4, 3, 3. Met 3 plus 5 plus 1 plus 1 is weer 7 punten. Parna opent een klaver. We bieden weer 1 harte. Parna biedt nu weer 2 ruiten als een reverse. Wat zou je bieden? Nou, op deze hand zijn we weer zwak. We hebben namelijk 6 tot 8 punten. En we hebben ook klaverfit. Dus we zouden 3 klaver kunnen bieden. Maar het is met deze hand beter om 2 zands te bieden omdat we een schoppenstop hebben en op zoek willen naar 3 We Bieden op deze hand dus 2 zand. Dan gaan we naar de derde hand. Nu hebben we een 5, 4, 2, 2. Met 3 plus 6 is 9 punten. Parna opent een klaver. Wij bieden een schoppen en partner reversed met 2 harten. Wat zal je bieden? Nou, op deze hand is het goed om te zien dat we een hartenfit hebben. Dus we lopen zoek naar de hartenmanche. En wij hebben 9 punten. We hebben dus een sterke hand. Dus deze hand bieden we 4 harten. Laten we naar de vierde hand gaan. Nu hebben we een 4, 3, 3, 3. We hebben 3 plus 4 plus 1 plus 3. is 11 punten. Partner opent een ruiten. Wij bieden een schoppen. En nu biedt partner 2 harten. Wat zou je bieden? Nou, op deze hand kun je het beste drie Sans bieden. We hebben, we hebben een Ruitenfit, maar toch is het beste om in 3 Sans te gaan zitten. Want dat spelen we liever dan 5 Laag. We hebben een Klaverstop, dat kunnen we bieden. Als we hier geen Klaverstop zouden hebben, dus zelfs op een Klaverheer in de harten, dan zouden we hiermee drie Klaver 4 de kleur bieden. Om zo te gaan naar een Klaverstop en anders aanleggen in 5 Ruiten. Of wellicht vier Harten, maar dat is iets zeldzamer. Um, laten we aan de laatste hand gaan. Hier hebben we een 4-1-4-4. Partner opent een ruiten. Sorry, we hebben een 4-1-4-4. We hebben 7 plus 2 plus 5 is 14 punten. Dat is best een hoop. Partner opent een ruiten. Wij bieden een schoppen. En partner biedt twee harten. Het is belangrijk om te zien dat wij nu 14 punten hebben. En partner heeft de minstens 16, dus we hebben een hoop punten. Wat zou je hiermee bieden? Allereerst is het belangrijk om te zien dat we geen drisans kunnen bieden omdat we geen klaverstop hebben. Maar dat zouden we ook niet willen doen als we een beetje een klaverstop hebben, omdat wij zo'n ontzettend sterke hand hebben met een goede ruitenfit. We hebben een 4-1-4-4, we hebben een singleton in partners tweede kleur, dat is vaak heel nuttig. Waar het niet veel verschillende punten heeft en we hebben een goede ruitenfit. Met deze hand zouden we heel graag op zoek willen gaan naar een ruitenslam. Bied op deze hand dus niet 3 klaver 4 de kleur om op zoek te gaan naar een klaverstop. Maar bied 4 ruiten om op zoek te gaan naar een, klavers, een ruitenslam. Als laatste ga ik jullie vertellen over een probleem dat ontstaat door een reverse. Namelijk dat je wel een 4-5 shape hebt. Dus shape voor een reverse. Maar geen 16 plus punten. Dus je mag geen reverse doen. Dit is een probleemhand omdat je nooit een super opgelegd duidelijk bot hebt, zoals 12-14 gebalanceerd of 12-14 met een 6-kaart. Dus met die handen moeten we iets verzinnen. Nou, over het algemeen kijken we naar onze overige kleuren, dus we hebben onze 4-kaart en onze 5-kaart. We kijken naar andere twee kleuren om te zien welk bot we gaan doen. Allereerst kunnen we 2-2 in die overige kleuren hebben. Dat is het meestal het beste om 1 sans te bieden. We hebben wel 2 dubbeltons, maar als dan. De meest praktische manier om op de hand te bieden. We kunnen ook uh, een drie kaart in partnerskleur hebben en een singleton in de overgebleven kleur. En dan kiezen we ervoor om partner te steunen. Dus in, in principe belooft steunen een vier kaart. Maar in deze situatie moeten we een uitzondering maken omdat we gewoon vastzitten en geen ander bod hebben. En de derde optie is dat je een singleton hebt in partnerskleur en een drie kaart in de andere kleur. Dat is de minst prettige situatie. Hierin moeten we onze 5 kaart herbieden. Een kleur herbieden belooft in principe een 6 kaart, maar hier hebben we geen ander prettig bod. We kunnen niet echt een sans bieden in, in een singleton in partners kleur. Je gaat misschien wel een 5 kaart herbieden zelfs, dat is dan helemaal onprettig om dan in een 5-1 fit te zitten. Dus we kunnen het beste onze 5 kaart herbieden en dan doen we alsof het een 6 kaart is. Deze regels moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Want het is soms het beste om hiervan af te wijken en toch voor een andere optie te gaan. Maar over het algemeen zijn dit de regels die je volgt. Nou, ik geef drie voorbeelden. Allereerst um, hebben we een 2-4-5-2. Met 5 plus 5 plus 2 is 12 punten. We hebben een ruiter geopend en partner biedt een schoppen. Nou, nu zouden we natuurlijk onze tweede kleur willen bieden: hart, bieden hartens. Maar we mogen geen twee harten bieden, want daar hebben we 16 punten voor nodig. Nu moeten we iets anders verzinnen. We kunnen hier het beste één zandstop bieden. 12-14 gebalanceerd. We hebben twee dubbeltons, maar het is veruit de beste manier om deze hand te bieden. Omdat het gewoon het minst liegen is. En op twee dubbeltons is sans toe bieden niet heel erg liegen. Nou, dan hebben we de tweede hand. Ehm. Um... We hebben een 3, 1, 4, 5. Met 6 plus 4 plus 3 is 13 punten. We openen een klaveren. En partner biedt een schoppen. Nou, op deze hand kunnen we niets een toe toebieden met een singleton harte. En twee klaveren met heren en vier kleintjes is ook al helemaal niet prettig. Dus we kunnen het beste partners kleur steunen. Dus twee schoppen bieden. Met slechts een driekaart. Aas vrouw klein. Dit is toch Wel echt het beste bot met deze hand. Je hebt een goede schoppensteun en je hebt een sinoton ernaast. Dus um, ja, dit is toch wel het prettigste voor partner. Um, dan hebben we de laatste hand. We hebben een 1-3-4-5. We hebben 4 plus, uh, 1 plus 4 plus 6 is 11 punten. We hebben geopend vanwege de regel van 20. We hebben 11. Plus 4 ruiters, 5 klaveren wordt het samen 20. Dus we mochten openen. We hebben een klaver geopend en partner biedt een schoppen. Nou, nu kunnen we het beste twee klaver bieden. Dus onze 5 gaat een beetje liegen en onze 5 kaart als een 6 gaat behandelen. Omdat het met deze handen wel de meest praktische manier is om te bieden. Nou, bedankt voor het luisteren en kijken. Ik hoop dat jullie nu uh, een stuk beter bekend zijn met de reverse. En tot het volgende filmpje.